Dat geluk van kampioen helemaal niet mee eens. Kort samengevat, we verdienen niet te winnen vandaag. We waren te slordig, te traag in de opbouw. Wij komen wel 0-1. De enige keer dat we versnellen. Dat we konden versnellen. Met een penalty goal. En dan dacht je van de tweede helft gaan wij ook meer ruimte krijgen. Omdat de eerste helft Lokeren stond heel goed in de blok. En dan kunnen ze altijd tegenprikken. Maar het wordt niks. Dus, en dan na 1-1 van een domme fout op de 16 meter, onnodige fout, krijgen we nog moeilijker. Lokeren was veel scherper, beter dan wij. En we dachten op een bepaald moment dat wij daar niet gingen halen. We hebben ook een paar wissels gedaan om het speelbeeld te veranderen. En in feite de enige goede voorzet dat komt in de wedstrijd, scoren wij ook op de diefje. 1-2. Spijtig voor Lokeren. Want hij zei dit wedstrijd verliezen, maar het is zo. Ik denk, als we bekijken de laatste weken, we waren altijd op goed niveau en een goede blok. Controlerende wedstrijd, en vandaag was het helemaal niet van dat. Er zijn een paar rijdens. Michel De Voer, Dennis Praat. Antoine van den Boren was ook geschorst. Sorry. En dan in de eerste helft verlies je ook Rolando. De tweede helft zag je dat een Luc duel is. Verliezen we meestal de bal. Maar dat is ook niet alles. Zelf met die ploeg moesten wij ook beter gaan doen. Maar we hebben ook wedstrijden verloren dat we niet verdienden. Op Pende. Tegen Mechelen bijvoorbeeld laten twee punten liggen in de laatste minuut. En vandaag hebben we geluk. En we pakken die drie punten. Dan toch die individuele flits van Mitrovic. Ja, is bepalend, hè? Ja, ik zeg het. De eerste goede bal dat hij krijgt op 16 meter. Die jongen die moet zo'n bal krijgen. Maar we trainen heel veel op voorzetten. Heel veel. Maar die komen niet. Als je weet een goede die kan een voorzetten geven, zeg maar, dan kom ik die. Maak je dan een beetje zorgen naar de toekomst na deze wedstrijd? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Omdat wij de laatste week een heel stijgende lijn zijn geweest. Een heel goede prestaties geleverd hebben. En ik ben zeker van, als wij compleet zijn, dan gaan wij heel anders doen. En ergens is het misschien normaal dat wij na een aantal weken goed voetballen, dat wij een minder dag hebben. En niet vergeten dat wij de laatste vier matchen van reguliere competitie hebben het zwaarste programma. Dus we hebben Genk uitgehad. Kortrijk thuis met 10 man, 85 minuten en vandaag op Lokeren. Op Lokeren komen spelen is nooit gemakkelijk. Zelf dat de Lokeren nu zeker was uitgeschakeld voor play-off 1. Hier is nooit gemakkelijk voetballen. Dus. En volgende week moeten we tegen Gent. Dus de andere ploegen hadden een minder programma. Dus wij moeten elke keer dan heel goed opladen. En wij gaan volgende week nog hard werken. En klaarmaken voor de komst van Gent.